In onze serie Achter de Schermen bij Vitesse Delft zijn we aanbeland in het heiligdom der heiligdommen van de klussenclub bij Vitesse Delft. Naast mij staat Huib Jansen, een van de initiatiefnemers, een hele tijd terug alweer van de klussenclub. Huib, hoe lang is het geleden dat de klussenclub is ontstaan bij Vitesse Delft? De precieze datum weet ik dus niet, René, maar voorheen liep hier al toch op. Koos en Cor Lagendijk en wat andere mensen. En ik heb tot mijn 67e gewerkt. En nou, dat is dus een jaartje of 17 geleden. En ben ik hier gekomen bij Vitesse Delft omdat ik benaderd werd door Piet van Veen. Ik dus niet, maar mijn vrouw Marga. Ik zat dus namelijk de eerste vrije dag die ik had, zat ik op de Beestenmarkt. En toen had Piet van Veen, die had aan mijn vrouw gevraagd, kan je Huib een dagje missen? Die vroeg dus gelijk met de lol van één dag maar. Goed, ik ben dus tegelijk de komende woensdag ben ik hier gekomen. En Koosje ging een beetje afbouwen. Die vroeg dus ook of ik het sleutelwerk over wilde nemen. Dat heb ik inmiddels gedaan. En door Frank Hopstaken is mij gevraagd om wat meer de coördinatie op me te nemen. Omdat, ja, er moet dus een aanspreekpunt zijn bij Vitesse Delft of bij de klussenclub. En dat is tot nog toe. Wat zijn zowel de werkzaamheden die jullie doen? Want het is eigenlijk iedere woensdagochtend starten met een bakkie en vaak met een koekje erbij. Rond 8:30, dan druppelt iedereen zo'n beetje binnen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt er onderling afgesproken van wat ga jij doen. Dus ik vraag een paar mensen van, er wordt hier van allerlei, het is onderhoud van het gebouw zelf niet. Maar wat de kantine dan gaat, nu niet zoveel meer omdat we inmiddels een nieuwe kantine hebben. Maar voorheen was het dat deurtje stuk. Er wordt geschilderd, de werkplaats wordt het een en ander op. Alle voorkomende werkzaamheden bij Vitesse Delft. En ik neem aan dat dat voor de club heel erg interessant is en ook prettig is dat door die klussenclub gedaan wordt. Want dat scheelt een hoop kosten als het uitbesteed zou moeten worden. Dat is het zeker. Dat is het zeker. Als jij dus hier, wat we dus nu met een gemiddelde jongens, wat lopen we 6-7 man, hier loopt en je gaat dus kijken wat ze allemaal omzetten aan werk en al die toestanden. Dan is dat het eerste verdienste voor Vitesse Delft, vind ik. Er zijn in totaal zo'n 12, 13 mensen betrokken bij de klussenclub. Niet allemaal klussen ze echt buiten of zijn ze aan het verven of zijn ze aan het zagen en doen. Maar er zijn ook een aantal mensen in de kantine bezig met allerlei werkzaamheden. Ja, die mensen in de kantine zijn ook belangrijk, want dat is dus altijd zo. Dus na dat kopje koffie krijg je dus ook tussen de middag weer eens een hapje eten. En dat is dus begonnen met tussen de middag een broodje van Vitesse. Dus er zijn er altijd mensen die dat in orde maken. En dat zijn meestal twee man die dan in de kantine staan. Die de ene keer is het patatje bakken, de andere keer is het een tosje tussen de middag. Dan weer eens een broodje. En dan daarna gaan we weer heerlijk aan het werk. En wat staat er nu nog op stapel? Wat zijn nog de plannen om te doen? De voorkant van de tribune is, tenminste de kant aan het veld is nu geverfd. Wat zijn er nog meer voor acties die op stapel staan? Onder andere de zijkanten van de tribune die moeten ook gedaan worden. Waar ik me al heel lang aan erger, dat is dus aan de lange zijde, dus de verse zijde aan de hondenkant waar de hondenkennelclub zit. Daar heb je dus ook die tribunekant en die is nog smerig, die is nooit wat aan gedaan. Daar hebben altijd oude borden gestaan en daar staan dus nu allemaal van die minicootjes die niet meer gebruikt worden en mogen gebruikt worden. En die staan in de weg, maar dat wil ik ook weer eens een keertje opknappen. Tot slot, zijn er nog dingen die ik ben vergeten te vragen die de kijkers naar Vitesse TV zouden moeten weten over de klussenclub? Ik zou het niet weten, René. Ik zou het echt niet weten. Ik vind dat er dus nu aandacht wordt geschonken aan de mensen van de klussenclub. Dat vind ik al heel leuk. En dat ze er ook rekening mee houden dat ik ben dan naar Huipje, maar ik ben dus niet de enige van de klussenclub. Dus dat wel al die mensen ook een pluim verdienen die er al meewerken.